dat is een gloeilamp. Zeg maar de oudst brandende gloeilamp op de wereld. Zeg maar. Dat ding brandt al meer dan 100 jaar. En die hangt ergens in een brandweerkazerne. Ergens in Amerika, geloof ik, ik weet het niet zeker. Ik kon het daar niet opzoeken. Die lamp die brandt zo lang omdat ze hem nooit of bijna nooit hebben uitgedaan. Dus dat is een hele goede manier om een lamp lang brandende te houden. Het is een peertje van 4 bot met met de hand gemaakt, een gloeidraadje erin. En er is een, je kunt hem volgen op een website, dus je kunt hem ook dag en nacht bekijken. Het is stom voor woorden, maar het is zo. En hij brandt dus al langer dan een eeuw en hij houdt ergens in een brandweerkazerne. En ik dacht, dat is dan wel een hoopvol beeld. Dus met dat gedicht laat ik jullie alleen. Centennial Bulb. Ik kom vertellen wat u niet wilt horen. Vanmorgen werd ik wakker in een wereld met andere appels. Prachtige paprika's, daar niet van. Maar er is ook iemand gaan kijken op de polen. Tegenpolen, één grote polarisatie daar. Alles smelt en krimpt en zwelt. Secondenwijzers tik-tak tikken sneller. Alarmbellen rinkelen steeds harder. Dat alle wekkers al zijn afgegaan. Dat we overal doorheen zijn geslapen. Buiten gaat het door en door terwijl wij confereren. Speech, applaus, award, toekomsttrofee van goede wil. De armen armer, wereldwarmer. Alles moet wel blijven rijden. Pijn vermijden, zonnekapitaal blijft slinken. Water valt onze rivieren binnen tot de kaplaarzen ons tot de lippen staan. Wij zijn kanaries in een kolenmijn. Kikkers in een pan, op laag vuur. De temperatuur zal blijven stijgen. En wat is er met de klant? De klant wil slapen. En wat is er met de markt? De markt wil werken. En wat is er met de wegen en de wagen? Het wil rijden, rijden. Vooruitgang bestaat niet alleen beweging. Groen is het nieuwe zwart. Wij moeten plukken. Laaghangend fruit. Zou dat lukken? Hoe hoog en waar, oh waar te reiken? Hoe lang is de Chinees die pas komt kijken op onze snelwegen? Asfalt, glasvezel. Hoe lang overleeft de zwarte man de verdorde oogst? Hoeveel hoger mogen we reiken? Hoeveel verder kunnen we reizen naar de hemel, in de aarde, onze genen, memen, hersens? Zijn we sterrenstof, de gouden doorslag van biljoenen jaren? Gevangen in het barnsteen van duizenden duivelse deals die nooit meer terug te draaien zijn. Weet u nog wat de blonde dame zong? Bestaat die boodschap nog? We moeten terug de tuin in, maar hoe komen we die mijn, die pan, die boomgaard uit? Zijn wij het laaghangend fruit, overrijp, klaar om in het gras van de vergetelheid te vallen? En wat dan? Ja, niets dus. Alles slag zij in drijfzand, modder, smeltend ijs, gas, achterblijvers in huizen als ruimteschepen, bestuurd door software. Hoe lang voor het systeem ook hen zal wissen, ongenode gasten. Maar zo kan ik u niet achterlaten. Daarom, denk appels! De kassen, de boomgaard. Denk prachtige paprika's in alle kleuren van de regenboog. Doe nu uw ogen dicht. Kom, doe uw ogen dicht. Sluit uw ogen. Dan ziet u scherper wat ik nu ga zeggen. Zet de bril van het donker op en kijk. Elders in de wereld hangt een geblazen lamp van 4 watt. Met een kronkelende gloeidraad al langer dan 100 jaar. Dit is de langst brandende lamp op de planeet. Weet u waar hij hangt? In een brandweerkazerne. Voelt u? Ziet u het warmgele licht boven de rode auto's als een baken in de nacht? Die lamp, dat licht, valt nu achter uw ogen. In de hoge, lege balzaal van uw geest. Op het gezicht van wie daar leeft in angst en beven. De wereld is nog niet voorbij. Die ene, kwetsbare, dapper, verder brandende carbonlamp. Dat wakende licht in een koud heelal. Dat bent u, dat ben ik, dat zijn wij. Thank you.